Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Woensdag 6 december heeft wethouder Harry Bakker tijdens de kerstviering in woonzorgcentrum De Ganshoek in Lage Zwaluwe samen met Lilian Lambrechts van Dorpsgericht Werken een cheque van Samen aan de Slag uitgereikt. En zaterdagavond 9 december heeft Harry Bakker namens Lilian Lambrechts van Dorpsgericht Werken een Samen aan de Slag uitgereikt aan de organisatoren van het concert De Mooiste Nacht van Wagenberg. Ja, goedenavond. Hartstikke leuk om hier te zijn in Wagenberg. Bruisende Gemariskerk. Echt een groot succes. En ik denk ook dat we dat in Drimmelen mogen koesteren. Dat er hier zo voor deze Gemariskerk zo'n organisatie zit die het geluid, Omroep Drimmelen, impact van Lage Zwaluwe, alles bij elkaar kan trekken met een stukje presentatie en een hele mooie aankleding. Dus een groot applaus voor de organisatie. En we gaan dat waarderen met een mooie Samen aan de Slag-check. En ja, Adi of Huub, wie haalt hem eruit of alle twee? Kijk eens aan. Oh, kijk, mooie samenwerking. Kost 1000 euro voor jullie evenement en de Gemariskerk. En ga zo door met de stichting Behoud Gemariskerk Wagenberg. Kinderen en jongeren die iets doen voor een ander of voor de hele gemeenschap verdienen het om eens in het zonnetje gezet te worden. De gemeente Drimmelen zocht ook dit jaar naar kinderen of jongeren die een jeugdlintje verdienden. De jeugdheld van dit jaar komt uit Made. Op 7 december reikte wethouder Jurgen Vissers het jeugdlintje uit aan Roel van der Made op zijn school in Oosterhout. Roel is sinds april zwerfafvalpakker, de zogenaamde zapper. Voormalig klimaatburgemeester Lisette van Groesen heeft Roel daarom opgegeven voor een jeugdlintje. Wethouder Vissers geeft aan dat het fantastisch is dat Roel zich op 8-jarige leeftijd al zo inzet voor zijn buurt, voor het milieu en voor de maatschappij. Daarom krijgt Roel deze bijzondere aanmoediging. Roel krijgt naast het lintje een cadeau en 100 euro voor een goed doel naar keuze. Het jeugdlintje is een onderscheiding van kinderen of jongeren van 6 tot met 17 jaar in de gemeente Drimmelen die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. In de Nachtegaalstraat zijn de bestratingswerkzaamheden voor het grootste gedeelte klaar. Maar ondertussen is er ook gestart in de Vinkelaan. Naast het aanpassen van de riolering en het herstraten van de gehele Vinkelaan gaat men deze weg ook veiliger maken. De Vinkelaan wordt onderdeel van de veilige routes naar de sportvoorzieningen. Hiervoor brengen ze in de bestrating aparte stroken aan voor fietsers. Woensdag 13 december heeft wethouder Tim Simons hier het startmoment voor gegeven. Hij deed dit door symbolisch de eerste steen te leggen ter hoogte van de Vinkelaan achter Nachtegaalstraat 150. Toen kwam er de wens bij vanuit de gemeente. Zijn, het is echt een straat waar heel veel kinderen, ouders, opa's en oma's overheen komen om naar het zwembad te gaan, naar de voetbal te gaan, om naar de tennis, hockey, alles te gaan. Het team G-voetbal wil graag voetballen, maar men komt helaas nog spelers tekort om competitie te kunnen spelen. Daarom is men op zoek naar voetballiefhebbers met een lichamelijke en of een verstandelijke beperking die willen starten met G-voetbal bij de Madense Boys. Wil je op dinsdagavond een keertje meetrainen? Dan ben je van harte welkom van 7:15 tot 7:15. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar algemenevoetbalzaken@madenseboys.nl. De bibliotheken uit de gemeente Drimmelen organiseren dit jaar de lokale finale van de nationale voorleeswedstrijd voor alle schoolkampioenen uit groep 7 en 8 van de basisschool. 9 basisscholen hebben hun schoolkampioen aangemeld voor deze editie.
Deze zal plaatsvinden op donderdag 21 december en men nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij het Dongertmond College in Made van 9:00 AM tot 11:30. De winnaars mogen zich lokaal voorleeskampioen noemen en gaan door naar de regionale finale. Na de regionale finale volgt de provinciale finale. En de winnaar van deze finale zal onze provincie vertegenwoordigen tijdens de zinderende landelijke finale van de nationale voorleeswedstrijd in Utrecht. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. Vrijdag 22 december van 7:00 AM tot 9:30 is de jaarlijkse kerstinloop van Samen in het Witte Kerkje. Een gezellige avond in de kerk met koffie, thee, chocomel, glühwein, iets lekkers en natuurlijk muziek. Rond 8:00 is een programma van ongeveer 45 minuten met de kerstgedachte van Edwin Vonk, met dit jaar als thema dankbaarheid. Buiten het programma om is er live muziek. Ieder jaar is het een mooie, fijne en inspirerende avond zo vlak voor de kerst. Dus voel je welkom. Het is fijn als u zich vooraf aanmeldt via welkom@samenin-het-witte-kerkje.nl of via 06-52-04-6806. Dit is het telefoonnummer van Edwin Vonk. Dan weet men namelijk beter in te schatten hoeveel lekkers er moet worden ingekocht. Ben je nou vergeten aan te melden? Geen probleem, je bent altijd welkom. De avond is gratis toegankelijk. Alle activiteiten bij Samen Doen vinden plaats op basis van vrijwillige donaties. En hiervoor staat er een pot bij de ingang van de kerk. Graag tot 22 december. Afgelopen woensdag 29 november overhandigden Willy Jansen en Adriaan Snoek van de Protestantse kerken van Made en Drimmelen een mooi geldbedrag aan de samenloop. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten voor de bezoekers van het inloophuis in Lage Zwaluwe. De samenloop is een plek voor iedereen, jong en oud, die in de haastige, luidruchtige maatschappij hun plekje niet helemaal kunnen vinden. De samenloop is open op maandag, woensdag en vrijdag van 1:00 tot 4:00 PM. Iedereen is welkom voor een fijne invulling van de dag, om een lekker kopje koffie te drinken, te lezen of lekker helemaal niks te doen. Meer weten? Bel dan naar 06-285-77-815 of mail naar drimmelen@surplus.nl. Ondernemers zorgen voor de leefbaarheid van onze dorpen, sponsoring van de verenigingen en ontmoetingsplaatsen voor de sociale contacten. Zonder ondernemers en ondernemende mensen is het een stuk minder leuk. Zij willen graag de schouders eronder zetten om Zwaluwe nog mooier en gezelliger te maken. Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en verwachtingen. 10 januari zijn Zwaluwse ondernemers vanaf 7:30 welkom voor een nieuwjaarsborrel bij Hier is het, Nieuwlandsedijk 86, Lage Zwaluwe. Om een inschatting te maken hoeveel mensen ze kunnen verwachten, vragen zij je om je aan te melden als je erbij wilt zijn. Vermeld dan alsjeblieft ook even het aantal personen. Ze hopen je te mogen ontmoeten en om samen te proosten op een goed 2024. Het e-mailadres is zwaluwseondernemers@gmail.com. Op 12 december werd onder grote belangstelling afscheid genomen van Lilian Lambrechts als medewerker van de gemeente Drimmelen. Lilian was de grote verbinder tussen de gemeente en vele organisaties die op basis van vrijwilligers draaien. In de afgelopen 16 jaar gaf ze een boost aan meer dan 200 projecten. Veel mensen zijn haar daar dankbaar voor. Wethouder Harry Bakker vertaalde haar bezigheden in een €250.000 aan subsidieregelingen in het kader van Samen aan de Slag, waar veel organisaties en verenigingen baat bij hebben gehad. Vandaar dat op haar afscheid vele sprekers nog even terugblikten op de afgelopen 16 jaar. Hoe sommigen begonnen en waar ze nu staan. Hetgeen zonder Lilian nauwelijks gelukt zou zijn. Wij als Omroep Drimmelen werken al vele jaren samen met Lilian in het programma Dorpsgericht Werken, waar u deze week de laatste uitzending van kunt zien. Wij als Omroep nemen echter nog lang geen afscheid van haar.
U kunt haar in de toekomst zeker maandelijks nog op TV terugzien met een nieuw programma Samen Leven. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. En u kunt ons natuurlijk ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En we zijn te volgen op maandag en dinsdag om 11:30 en 11:30 morgens op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!